Hallo beste mensen, vrienden, vriendinnetjes. Fijn dat jullie er zijn, lijkt de Bastiaan in dit. Welkom bij de Evil Within. We zijn een nieuwe aflevering. We waren vorige keer geëindigd bij deze lieve vrouw. Dat is de enige lieve vrouw in de game. Want zij is, ik kan bij haar gewoon mijn game opslaan. Ik ga eens kijken, hebben wij genoeg punten voor een hersen? 200 punten. We gaan niet onze upgrades uitvoeren. We gaan gelijk terug naar de game. Dit is een soort opslagruimte waar je je in bevindt. Ik weet niet meer waar ik zat vorige keer. Ik zat bij een punt waar ik wel een beetje vast zat. Ik heb heel weinig kooltjes. En de Evil Within is, heb ik weer een tijd lang niet gespeeld. Ik denk iets van 2 of 3 weken niet. Dus dat is heel raar om dan ineens weer dit te spelen. Ik weet dat daar zombies komen dadelijk. Ja, dat weet ik. Omdat ik dus het een en ander heb ontdekt vorige keer. Ik moet even kijken hoe de controls waren. Want ik ben heel veel kwijt. Ik hoor al monsters, hoor je ook? Ik hoor zeker monsters. Hoe bukken wij? Hoe doe... Ik wil bukken, mensen. Hoe doe ik dat? Ben ik serieus de controls kwijt? Oh, zo ja. Moment. Rustig gaan we hier. Rustig, kijk, er is een zombie. Die ziet mij al. Die ziet mij bijna. Ik pak hier die dingen op. Ik pak hier die kooltjes. Kan ik hier wat oppakken? Nee. Het is helemaal vol. Daar zit een zombie. Achter de hoek. Wat ik kan doen is... Ik kan lopen en ik kan ze schieten. Ik weet niet hoeveel er zijn. Maar als ze komen, dan kan ik en deze gozer in de fik zetten hier. Dat ze sowieso verbrand worden. Kijk, hier zit hij achter. Ik kan het laten zien. Kijk. Oh, daar staan ze hier gewoon op te wachten. Die vieze smiechten. Het zou nog mooier zijn als ik een granaat had. Dan konden ze keihard gaan gooien. Heb ik een granaat? Ik heb dit. Ik heb een explosiebolt. Zal ik het gooien? Let op wat ik ga doen. Let op. Let op. Ik zet deze in de fik. En dan ren ik weg. Ik ren weg. En ik kom niet meer terug. Let op. Nee. Ik kom niet meer terug. Kijk, hun komen nu achter me aan. Ja, kom maar. En dan gaan ze in die trap. Let op. Er gebeurt niks. Waarom ga je niet kapot? Waarom niet? Ik hoopte zo dat het... Ach, jammer dit. Oké, ik ga die vrouw ook vermoorden. Mevrouw, u bent gemeen. En daarom straf ik u bij deze. Blijf weg, mevrouw. U bent ziek. U bent heel ziek. Och, gadver, het bloed spert het overal naartoe. Ah, wat smerig. Maar in ieder geval, we hebben wel punten verdiend. En ja, wat ik heb bereikt hiermee weet ik niet. Ik heb weer kooltjes erbij. Ik heb weer wat punten erbij. Het is allemaal gewoon een extraatje, joh. We kunnen even kijken wat we hier kunnen vinden. Want hier is misschien wel de kant waar we naartoe moeten. Oh. Uitkijken, ja. Maar dat was wel een hele mooie val. Als ik die nog een keer kan gebruiken, zou alleen maar fantastisch zijn. Want als er dan iemand komt, dan ga ik hier naartoe. En dan zeg ik... Waar was die plaat? Oh, ik kan hem eenmaal gebruiken. Jammer dit. Was gewoon een jumpscare. Hier zien we een soort van kooltjes. Wat zijn het? Zijn het kooltjes? Ik hoop het. Ja, het zijn kooltjes. Natuurlijk zijn het kooltjes, Vincent. Ik ben geholpen. Oh, lekkere kooltjes. Ik kan niet door deze deur. Ik weet niet wat erachter zit. Maar dan gaan we gewoon even snel koekeloeren. We gaan gewoon even kijken. Wat zien we erachter? En ook zo heel langzaam hoe je die deur opent. Het is echt fantastisch gedaan. Wat zien we hier? Een dode kruiwagen. Of een kinderwagen eigenlijk. Geen kruiwagen, kinderwagen. En hier is spul wat ik in de fik kan zetten. Dat betekent dat hier natuurlijk wat gaat gebeuren. Als ik dit in de fik kan zetten, dan is dat voor verdediging wat er dadelijk op me afkomt stormen. Ik hoor al iets. Ik hoor al iets. En het komt in de buurt van deze kant. Hallo? Een rood licht. Kijk, ik hou van licht. Zien we hier nog wat anders in die kamer? Ik zie geen monsters tot nu toe. Ik weet niet, bloed aan de muur? Helemaal rood. Het lijkt net Amsterdam hier. Nou ja, goed. Bloed aan de muur, hè. Dat, vrouw wacht, stuurt bloed aan de muur. Nee! Nee! Oh shit. Wie is dat? Die vrouw. En wat moet ik doen? Ik moet rennen. Ik weet niet hoe ik moet rennen. Waar moet ik heen? Ik stress hem hard. Dat snappen jullie wel, hè? Het zit op slot. Het zit op slot. Ik kan nergens heen. Deur zit op slot. Jongens.
seems to work. Oké. Okay. Oh, klerenmonster. Goh, ga nou eens weg. Het is zo irritant. Kan ik ergens opslaan, het spel? Alsjeblieft, ik moet hem ergens opslaan, het spel. Hier gewoon, hier weer. In die... Huppakee, waar, hier zo. Oh, ik ga het gewoon even opslaan voor de zekerheid. Want dit gaat gewoon weer lekker ver. Klop. Oh, lekker bakkie thee. Mm. Dan blijf ik rustig. Dan heerlijk. Hè? Ik kom gewoon echt lekker tot rust. Ik weet nog niet waar we naartoe moeten. Ik weet wel waar een plek is waar we nog niet zijn geweest. En dat heb je ook nog niet gezien. Maar ik weet dat ik er naartoe kan. En dat is hier zo in deze kamer. En wij zien flessen. Nou, flessen heb ik niks aan. Wat is dit? Een of andere zooi. Ik kan daar ook iets mee. Ik heb 36 van zulke spulletjes. En ik moet er gewoon iets mee kunnen. Ik weet niet wat, maar ik moet er gewoon iets mee kunnen. En hier onder de grond was het ook niet pluis. Want er zaten ook valluiken, geloof ik. Er was iets... Dat bedoel ik. I told you. En... Holy crap, holy crap, holy crap, crap, crap. Holy crap, holy crap, holy crap. Hij gaat wat doen, wat gaat hij doen? Hij zag mij niet. Hij zag mij niet. En wat, hij trekt zelf aan die hendel. Hij gaat naar boven toe. En ik weet niet waar naartoe, maar ik moet die kant op. Ik moet die kant op. Ik weet het is niet fijn. Maar ik moet die kant op. En hij komt sowieso. Ik kan zijn hoofd gewoon afschieten. Ik weet het. Ik heb gewoon kogels. Ik heb wapens. Ik kan het gewoon doen, zeg maar. Ik snap ook niet waar ik bang voor ben. Nou ja, dat er ook moment wat gaat gebeuren natuurlijk. Oh, daar komt hij. Hallo meneer de L. Hallo meneer de L. Oh, ik kom op afgered. En ik ga snel naar boven toe. Ik ga snel naar boven toe. Kom maar. Ik schiet je hoofd eraf. Ik schiet je hoofd eraf. Het monster zit hieronder. Of zit er hier wat? Nee, er komt niks. Oké. Okay. Het is enkel... Van deze kant! Vincent. Ik gooi hem in de fik. Nee! Oh shit, hij leeft nog. Wat beweegt hij? Ja, hij beweegt. Hoppakee! Ik verspil mijn kogels, ik weet het. Ik weet het zeker. Hij is dood. Hij is zeker dood. Komt er helemaal niks uit? Oké. Dat was eigenlijk 2 verspilde kogels. Ik had eigenlijk gewoon 1 keer een headshot moeten geven. En dan was het gewoon bam, finito over. Maar nee hoor. Deze meneer wou zo nodig door gaan leven, hè? Hij wist al dat hij een zwak leven had. En dat hij niet sterk was opgebouwd. Maar ja, ik moet hem van zijn lijden verlossen. We gaan hier naar boven. Want waarschijnlijk kunnen we hier wel verder in deze kamer. Dat hoop ik wel. Komen we hier in een secretkamer. Er zit een kist daar. En die kist moeten we openen met een sleuteltje. Ik weet niet of we dat sleuteltje hebben. We kunnen hier even kijken. Wat zit hier in deze kist? Een lekker stukje brainzooi. En nu hebben we de 1500 alweer. Eens kijken wat hierin zit. Kunnen we deze openen? Open box. We moeten natuurlijk voorzichtig doen. Want er kan een val in zitten. Er zit voor mij een val in, of niet? Oh, er zit een val in. En ik weet niet hoe ik dat moet oplossen. Maar ik weet wel dat ik dan dood kan gaan. Oh, ja, oh, wacht, ik kan hem, ik snap hem, kijk. Yes! En ik kan wat pakken eruit, een soort van kooltjes. Freezebolt! Ik kan dus mensen gaan freezen, dus bevriezen. Oké, dat is fijn, dat is heel fijn. Shotgunkogels en 2 van zulke items waar ik helemaal niks mee weet wat ik daarmee kan doen. Wat kisten, misschien kunnen we die openslaan. Er zit ook weer zooi in, weer van dat spul waar we niet weten wat het doet. Misschien wel leuk om in de comments even mij te helpen wat je daarmee kan doen. Want ik weet dus niet wat voor nut het heeft. Ik spaar maar gewoon op. Want ja, als je het spaart, dan kan je misschien later gebruiken. En dan, als we dan genoeg punten hebben, kunnen we misschien wel heel veel upgrades doen. Hè? Dat kan, hè. Nou, we hebben niet zoveel kools. Ik neem nog een lekker slokje thee. Mm. Ah. En ik vrees dat wij met z'n allen terug moeten naar de plek waar wij dat grote monster hebben gezien. We moeten ook verder in de game, ik weet het. En ik weet ook niet of het monster nog zit. Ik weet niet, het zal... heus wel terugkomen, het monster. En het zal misschien wel een baas zijn, want ik, ja... Het is echt een ongelooflijk groot monster. Ik weet ook niet wat ik ermee moet doen. Ik kan geen kogeltjes oppakken, helaas. Nou, dan gaan we naar de plek toe waar het... hier zo. Oh god, daar kwam het monster vandaan. Hè. Ja, daar kwam die. Hij heeft daar wel wat open gemaakt. Een nieuw gebied. Ik ga hier nog even kijken, hebben we hier alles... Oh, wat is... Wat is... What the fuck is dat? Een Maria-beeldje? Moet je hem schieten? Hij gaat zo snel dat ik die één keer...
Hoe kan ik dit schieten? Ja, ik kan dit toch niet schieten? Hoe moet ik dit ooit uit de lucht knallen dan? Dit is wel een Maria-beeldje. Dat moet ik kapot maken. Maria-beeldje moet ik altijd kapot maken. Let op. Oké, ik ga hem daar schieten. De volgende ronde, let op. Oh, ik had het wel geschoten. Waarom? Moet ik dat beest schieten? Let op. Oh, ik had hem bijna. Nog één keer proberen. Eén keer. Oh, nog één keer dan, het laatste. Ja! Yes! Yeah! En wat zit erin? Een sleutel. Ja, geweldig. Ik heb wel echt heel veel kogels verspild, maar we hebben hem wel. Ja, zie je? Als je gewoon doorgaat met iets... Oh, wat zit daarin? Lekkere frisse naald. Heerlijk. Daar kan ik wel lekker leven van krijgen, gelukkig. Dat heb ik misschien wel nodig hier in het stukje. Er komt een nieuw stukje, hopelijk een checkpoint of iets. Waar zitten we in vredesnaam? Het ziet er heel creepy uit. Oh, shit. Wat? Deuren die verdwijnen. Oké, dit wordt heel vreemd, dit. Hier ligt ook een soort lijk op de grond. Wat gebeurt er? Ik zie daar nog een lijk. Wat gebeurt er? Nee, alsjeblieft. Alsjeblieft, laat me mijn rust. Laat me mijn rust, alsjeblieft. Alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Kom niet, alsjeblieft, alsjeblieft. Oh, de shit. Kom, rennen. Kom op. Oh, vieze aap. Oh. Oh, daar komt hij. Hij wordt verbrand. Yes. We verbranden hem. Oh, het komt daaruit voor groen spul, rood spul. Nee, ik wil niet naar beneden, ik wil niet naar hem toe. Nee, ik wil niet naar het lijk. Kom op, nog een keer die hendel, nog een keer die hendel. Kom op. La 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 la. Ik ben heel erg rustig. Dat hoor je aan mijn stem. Ik ben wel zenuwachtig. Maar dan weet je toch wel meteen. Want er komt een monster achter me aan. En ik ben niet alleen. Nee! Oh! Fucking door! Nee! Ik zit opgesloten! Alsjeblieft, Vincent. Kom op. Nee, niet nu! Niet nu! Oh! Oké, we gaan lopen. Dit wordt stressend. Hopelijk trekt dat beest niet aan de hendel. Want dan gaat deze poort open en dan heb ik geen plezier. Kruipen. Tot we erbij kruipen. Tot we erbij neervallen. Kruipen. De monster komt. Let op. Ja? Ja, gaat hij dood? Nee, kom op. Ga dood. Alsjeblieft. Doe het voor mij. Want ze gelooft in mij. Oh, er komt er daarheen. Oh, er komt een beestje. Ze is niet lief, ze is niet lekker. Ze heeft niks. Ze heeft geen goede uitstraling. Helemaal niks. Noppes, niks. Nada. Oh, dit is niet slim als ze die kant op komt. Waar komt ze? Oh, daar komt ze. Dat is niet slim als je die kant op gaat. Hoe gaan we dit doen, mensen? Dit is niet te doen. Ze zit onder me. Vervelend historisch wijf is dit. Echt een vervelend historisch wijf. Pak die torch op. Misschien kunnen we haar tegenhouden met dit spul of zo. Ik weet het niet. Ze komt nu achter me aan. Dat weten we, mensen. Oké. Waar komt ze? Komt ze hier? Zit ze hier? Oh, ze zit hier! Verdomd, man! Ga maar naar fik! Kreng! Oh. Dat is één, verdomd, man, ja! Oh, hiermee gaan we er nog een keer in de fik steken, let maar op! Kom maar, mevrouw. Kom maar bij mij! Huh, daar komt ze! Yes! Je zal branden in de hel, ja. En dan zal ik daar persoonlijk voor zorgen. Kom maar, mevrouw. Ik heb nooit wat met u gehad. Ik heb nooit van u gehouden. Maar ik kom u branden in de hel.
Oh nee, niet stilstaan! Er komt iemand achter je aan! Kom, scheißen, ja? Laufen, laufen, bitten! Laufen, bitten, zien! Laufen, bitten, zien! Ja, ga er maar in! Yes! Moet ik het nog een keer waarschijnlijk? Ja! Yes! Het is dood! Het is dood! Oh. Zie, als je rustig bent, lukt het allemaal wel. Het gaat allemaal goed. Het is helemaal goed gekomen. En zo is het geschiedenis dat ik deze boze mevrouw heb vermoord. En niet via de kracht van het wapen, maar via de kracht van het vuur. En dat is wel heel gaaf gedaan, vind ik zelf persoonlijk. Je ziet wat kooltjes hier. We hebben eigenlijk helemaal niks gebruikt. We konden hier nog een kist gebruiken, zie ik hier. Een barrel, hè, een explosive barrel. Maar die hebben we dus niet gebruikt. Ik zie hem nou ook pas voor het eerst. En hier zie je nog een machine. Misschien kon je daar nog wel wat mee. Ik weet het niet. Pardon. Ja. Nou goed, ik weet wel in ieder geval dat we hier verder kunnen komen. Dat we de baas hebben verslagen. Ik heb zelf een achievement voor gekregen. Dus vandaar dat ik wist van, hey, die is eindelijk dood. Ik ben eigenlijk wel best opgelucht. Ik bedoel, dat monster was echt vrij irritant. Het was best wel een eng monster. En meteen is het wat koud geworden doordat ik het heb geprobeerd om dit monster te bestrijden. Ik drink met koude thee even op. Er gaat wat gebeuren. Lange kamers, ik hou daar niet van. Helemaal in bloed, een bloedverdekking. Geen vloerbedekking, maar een bloedverdekking. We komen hier aan bij een hal. Het is een soort van... Wat is dit nou weer?